rond louter bloemen. Regie Geert de Jong. Denkwerk ook, Geert de Jong. Wat ik mooi vind als ik zit te kijken, dat is dat ik het gevoel heb dat je stilstand zoekt. Dat is niet negatief, maar als ik heel veel dingen zie, films, televisie, dan alles kan niet snel genoeg. Het kan nooit niet snel genoeg. Ook in veel theater, veel tegelijk, veel beelden, video, geluid, muziek. Ik hou daarvan. En bij u? Ik hou niet van de snelle montage. Ja. Ik ben wat dat betreft iemand die het wil hebben van, het is geen stilstand, het is een, ik kan daar heel graag naar kijken hoor, maar het interesseert me allemaal veel minder als het per seconde geknipt is. Nee. Voor mij mag Hitchcock heeft het geprobeerd, in één take, dat hele ding gedraaid, een film gedraaid. Van mij mag iets heel lang duren, want als je zo gaat kijken naar zoiets langzaams, dan ga je ook andere dingen zien. Ga je dan bewust tegen de kijkgewoonte van je publiek in? Of speelt ja. Dat geen rol? Het is niet om mijn publiek te treiteren, dat kunt u van mij aannemen. Het is, kijk maar, probeer. Ik wil ook geen onderwijzeres zijn, van je moet nu eens anders kijken, dacht Van Heel. Het is meer van een uitnodiging om anders te gaan kijken. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, de voorstelling gaat tenslotte ook over, dat ik heel jaloers ben op tevreden mensen. Voor ik, hè, Geert. Dat ik denk, oh, dat zou ik nou toch zo geweldig vinden. Zo met jou in dat tuintje zitten en denken, het is hier goed, hè? Is goed, hè? Het is hier goed, hè? Dan moet je wel vrolijk kijken, hè? Maar het is hier goed, hè, Alain? We blijven hier nog een tijdje. Nou.